stand klaar. Daar. De nationale recordhouder op deze afstand van West-Duitsland, Oeh-Streep, met een persoonlijke beste tijd die 3/10 sneller is dan die van Hein Vergeer, de tijd die ik u heb genoemd daarnet. Nogmaals, een nieuw persoonlijk record voor Vergeer zou goed zijn, denk ik. Gemser daarachter. Blenker is ook op het ijs, maar houdt zich een beetje afzijdig nu. Twee Nederlandse coaches erachter. Ab Kroop natuurlijk, ten behoeve van Streep. Nou, kijken wat hij kan. Hij heeft één voordeel. Hij start in de binnenbaan. En heeft in Streep een goede tegenstander. Laat dat duidelijk zijn. Opening 17-4, 17-5. Dat is wat ik u had aangekondigd. Dat is ongeveer wat Vergeer moest doen naar mijn smaak. Om tot een goede eindtijd op deze kilometer te komen. Zou hij dan nu tussen de 44,5 en de 45 moeten doorkomen om een goede eindtijd te realiseren. Gaat goed door die buitenbocht. Heel goed zelfs. Neemt voorsprong op Streep. En de tijd valt toch tegen hoor. 45,38. Ik had het iets hoger ingeschat. Onder de 45. Maar goed. Aan mijn schattingen heeft u niks. Vergeer moet het doen. Problemen daar in die... Ja, Vergeer heeft de voorrang natuurlijk. Streep moet laten gaan. Doet dat wel wat erg laat. Ja, dat is toch ook hinderlijk voor Vergeer. Die heeft daar duidelijk problemen mee. Daar kan je tegen protesteren. Daar kan je tegen protesteren. Dan mag je overrijden. Dat is zonder enige twijfel duidelijk. Vergeer die wat moeilijk uit die bocht komt daar. Naar een tijd gaat van 1.14.62. Toch goed voor mij. Nieuw persoonlijk record voor de man uit Haastrecht. Om 1.15.89 voor Streep. 1.14.62. Dat is 1/1/10 seconde afgehaald van zijn eigen persoonlijk beste tijd ooit gereden. En ik denk dat dat een uitstekende prestatie van Vergeer is. Protest. Kijk maar. Ja, hij wordt namelijk aangeraakt. Hij wordt aangeraakt. Hij kan niet oversteken, Vergeer, zoals hij hoort over te steken. En dan laat hij hier veel te laat lopen. Zie je, het scheelt een halve slag, denk ik. En het scheelt zeker concentratie. Er komt protest aan. Henk Gemser vliegt hier als het ware naar Garissius toe. Het gebeurt onder in het beeld, ongeveer bij de finish van de 500 meter.